Dit is de Zitli. Zoals je hem binnenkrijgt. En ik ga je nou even het doosje opmaken voor je. Daar is die dan. Het Zitli polsbandje moet ik het noemen, want het is geen horloge. Je krijgt hem in een doosje en dan zit hij even aan elkaar om compact te houden. Het is gewoon een gespje. Die doe je om de pols. Zorg ervoor dat de sensor echt op de huid zit. Voorop zit een alarmknop. Die is nog niet doorgeschakeld op dit moment. Dus gebruik die ook niet. Aan de achterkant zie je hier een sensor. Glimt daar een beetje. Die meet de temperatuur op de huid. Dus die is meestal zo'n 32, 34 graden. Dus niet de lichaamstemperatuur. En de saturatie. Nou, die saturatie meet hij eigenlijk continu. En hij geeft een alarm als die saturatie onder de 92% komt. Dat is een automatisch alarm. En die komt bij ons binnen op het portaal. Wij bekijken vervolgens of daar misschien een afwijking is. Misschien een meetfout. Misschien is het een afwijking. En dan volgen wij de afspraken die met de cliënt en met de thuiszorg zijn gemaakt. Dus misschien bellen wij de cliënt om te vragen of hoe het gaat. Wij kunnen ook de saturatie doorsturen naar NEDAP, ONS. Goed. Dit apparaatje is niet waterdicht. Dus ga er niet mee douchen. En hij moet één keer per dag worden opgeladen. Nou, die oplader die zit hier onderin. Zo. Kijk er wel mee uit. En het is eigenlijk gewoon een USB-oplader zoals je ook voor je mobiele telefoon zou hebben. En die kan hier in de zijkant even dat rubbertje eruit halen. En dan kan je die daar gewoon... Ja, daar is die. Kan je daar gewoon in stoppen. Hij laat ongeveer 2 uur op een dag. En daarna kan je hem gewoon weer omdoen. Tip, doe dat voordat je onder de douche gaat. En doe hem dan weer om als je pols droog is. Zorg er wel voor dat hij 2 uur is opgeladen. Oké. Succes met het gebruiken.